Het Internet Marketing Bureau Spamacandra organiseert van 7 tot en met 15 juli een creatieve week. Spamacandra zal in deze week samen met experts uit de regio activiteiten ontplooien waarbij kennis wordt uitgewisseld. Het bureau is van mening dat de creatieve industrie potentie heeft om werkgelegenheid, innovatie en hoge productiviteit te genereren en om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Ook kunnen nieuwe ideeën ontstaan en kan het denken binnen gemeenschappen positief worden beïnvloed. Vandaar dat Spamacandra consequent investeert in deze sector. De investering heeft een zodanige impact dat Spamacandra uitgegroeid is tot een platform waar professionals worden opgeleid tot experts in de creatieve business en gedurende hun loopbaan bij Spamacandra werken voor grote bedrijven in Suriname, Nederland en Curaçao. De vervolgstap voor de realisatie van een bloeiende creatieve industrie is het vergroten van de markt. Volgens directeur Vincent Kensmil van Spamacandra wordt de focus van de week gelegd op animatie, fashion, muziek en events. Thema's of de vier subsectoren binnen de creatieve industrie waar CARICOM nu enorm veel aandacht aan besteedt. En dat hebben wij ook gemerkt. Via de Suriname Animation Network zijn we al benaderd geworden om mee te doen aan een onderzoek. Omdat er een Caribbean Creative Industries Management Unit moet worden opgezet. En dan CARICOM-wide, dus dat betekent via alle CARICOM-landen moeten daaraan participeren. Vanuit Suriname zijn er ook mensen benaderd in de industrie. En die hebben we bij elkaar gebracht. Gelukkig is Suriname klein, waardoor we elkaar allemaal kennen. En kunnen we dus inderdaad door die samenwerking een veel krachtigere voice geven. Wat wij aan onder andere de consultant hebben gezegd is van luister, Suriname wil in die unit eigenlijk een voorhoede rol spelen. Waarom? Vanuit de creativiteit dat merken we, vanuit onze cultuur, kunnen we zoveel bieden aan CARICOM. We hebben zoveel cultuur, we noemen het, we zijn heel gemixt. We kennen alle culturen, dus wij willen eigenlijk daarin de voorhoede rol vervullen. En met dit event willen we nu aan Business Suriname, maar ook aan young talents, aan ouders, te laten zien dat er in deze business een goede carrière kan zijn voor de jongeren. Kensmil zegt dat naast de traditionele beroepen, de creatieve beroepen steeds meer voet aan de grond krijgen. Vandaar dat er meer jongeren moeten worden opgeleid met als uiteindelijk doel de regionalisering van de creatieve industrie. Dit kan onder andere door het aanbieden van diensten aan landen als Guyana en Trinidad. Wij denken dat we hiermee een aanzet geven vanuit business. De boodschap moet zijn van laten we inderdaad samenwerken. Dat hebben we laten zien dat we dat doen. Het kost wat geld, maar voornamelijk ook energie en tijd. En dat hebben we gekregen, niet alleen maar in onze innovators, onze sponsoren, maar ook het totale netwerk dat nu meedoet aan onder andere Totnes Creations. We hebben Warda Marika vanuit Fashion Helio Fully. We hebben vanuit Muziek Faisal Yard die meedoet. We hebben Anne Hermelijn. We hebben de Tsunami Animation Network, Jason Hoefdraad, Edley Breveld. En hun team, allemaal die in gratis hun tijd gaan geven om dit tot een succes te maken. En dan hopen we dat we vooral business people gaan aanspreken om te willen investeren in de bedrijven die hier door zullen ontstaan. Aldus directeur Vincent Kensmil van Spamacandra. Het Internet Marketing Bureau organiseert van 7 tot en met 15 juli een creatieve week.